Hoi Jackie, bedankt dat je met ons een filmpje wilde opnemen. Jij bent al een lange tijd een boa hier in ons mooie Roosendaal. Kan jij vertellen hoe jij je eigen werk ervaart en wat je leuk vindt aan jouw werk? Ja, klopt. Ik ben nu ongeveer 2 jaar boa in de gemeente Roosendaal. Ik heb sinds een half jaar nu taakaccent jeugd. Dat vind ik super leuk, want ik vind het heel erg leuk om met jeugd in contact te zijn. En vooral de jeugd heeft natuurlijk een negatieve mening over boa's, over handhaving. En ik vind het heel erg leuk en ook vooral een uitdaging om de jeugd te laten zien dat wij niet alleen maar die bonnenschrijvers zijn, maar dat wij ook hele leuke dingen doen. En dat doe ik ook door middel van mijn social media account op Instagram. En ja, dat werkt nu al hartstikke goed, dus echt heel leuk. Wat gaaf zeg, en zeker door social media gebruiken ga je ze natuurlijk nog beter te bereiken vallen, de jongeren. Ik heb nog een andere vraag. Je hebt natuurlijk bodycams gekregen het afgelopen jaar door de gemeente Roosendaal. Hoe ervaar jij de bodycams? Ja, dat klopt. Ik heb er nu ook eentje aan. Wij hebben nog niet echt situaties meegemaakt waarin wij hem hebben moeten gebruiken. Wel merken wij dat als hij stand-by staat, dan brandt er een lampje. Zoals je kunt zien, dan brandt een groen lampje. Dan staat hij niet aan, maar dan is het 1 druk op de knop en dan staat hij wel aan. Vaak krijgen wij op straat wel heel vaak van jongeren, maar van mensen in het algemeen, de vraag van, oh, staat hij nu aan en hoe werkt dat dan? En het werkt al heel erg deescalerend, zeg maar, want wij merken dat mensen er al anders op reageren. Daarnaast merken wij als gemeenteraad natuurlijk niet altijd wat er op straat gebeurt. Heb jij een gevoel dat er namelijk mensen, namelijk jongeren zijn, die eerst kleine vergrijpen doen en dat die later doorgaan in de grote criminaliteit? Ik heb daar zelf nog nooit een jongere over gesproken eigenlijk. Ik denk dat die drempel ook best wel hoog is om dat te vertellen. Wel heb ik van Ketop Martens wel al een aantal verhalen gehoord van jongeren die inderdaad beginnen met kleinere dingen en dan eindigen best wel met iets heftigs. Maar aan de andere kant zijn er ook weer positieve verhalen dat jongeren juist weer worden geholpen door de Ketop Martens en eruit kunnen komen. En het blijft natuurlijk altijd wel iets lastigs, want de jeugd die er al veel dieper in zit, die accepteren onze hulp ook niet. En ja, dat is lastig om die eruit te halen. Hartstikke bedankt voor jouw verhaal en ook al jouw verhalen over hoe de boa's hier in Roosendaal te werk gaan. Ga zo door.